Ik ben Acid en ik ga doortrappen. Yes! Gaan we doortrappen? Ja, echt keihard. Nice! Oh, goedemorgen. Hey, het is weer geweldig weer. Dat zien jullie ook, denk ik. Hey. Duitsland! Jullie weer is echt helemaal cool. I really like this. Het is echt vreselijk, het is nu 10 uur of zo. Het weer is vreselijk, maar oké. We gaan het overleven, vandaag wordt leuk. Vandaag wordt een nieuwe dag in Hamburg. Vanavond ga ik wel naar de kermis. Zeef de kikker houden. En een mooie hond. En een hond. Dit is echt zelfmoord. Dan ga ik niet naar een museum, ook al was het wel grappig gisteren. Als je de video van gisteren nog niet hebt gezien, klik dan even op die link in de beschrijving, want die video was ook heel leuk. En hey, ja, nu ga ik naar de bakker. Hey, boys, I see you when I have the bakker dingen. So, what did I get? Huh? Wow, ik heb weer fucking veel geld verloren, maar oké. Okay. We got some cornflakes. Ja, daar ligt al de rest. Fucking hotel, maar zit daar een fucking broodtoaster in de kast. Geweldig. Ook heb ik deze twee fruitsapjes en that's very nice. That's good. Nu ga ik eten, dames en heren. Als ik het overleef, dan zie ik jullie later. Oh, zo denk ik dat het hier mooi weer is en shit, en dat het hier leuk is. Oké, het is hier wel leuk, dat ga ik niet zeggen, man. Ik hier op fucking Amsterdam. Met dat water en zo, en de coffeeshops die hier niet zijn, maar oké. Het is hier leuk, maar het is een beetje raar, want op een moment zeg je in de zon, en dan is er weer fucking veel wind, en er is hier een haven en zo, ik snap er helemaal niks van. Armo is Rijt is ook een nieuw liedje, en ik vind het echt fucking slecht. Ik dacht, ik zeg dat even aan jullie. En hier zijn er mensen aan het tekenen. Hey, smakelijk, mensen, smakelijk. It's very pretty out here. Daar is de winkelstraat, daar is Louis Vuitton. Very nice. Hey, good city. Daar ligt er bloempot op de grond. Daar, ruim daar even op, thanks. De camera staat hier is recht nu, maar oké. Okay. Ik ging net binnen in Acne Studios. Dus Acne is zo'n merk, waarschijnlijk weet niemand van jullie dat. Dat is geen huidziekte, maar dat ook. Maar dat is ook een merk. Kijk, deze winkel. De Acne, als je... Je krijgt hier ook korting als je Acne hebt. Dat is echt waar. Dan moet je zo'n pasje tonen en zo. Als je die rare huidziekte hebt, dan krijg je gewoon korting. Fairness is niet waar. Dat is echt bullshit. Maar het is wel nice. Hey. En ik zag een fucking nice trui. Eigenlijk was hij heel normaal, maar het was een nice trui. En ik dacht van, wow, nice trui. En toen keek ik naar de prijs en toen kreeg ik een hartaanval en AIDS. En nu beweeg mijn camera van de wind. Kijk hoe mooi parkje hier is. Het is echt super leuk. Hey, Hamburg, you very pretty. Maar dus, ik ben een beetje heartbroken omdat die trui zo mooi was. Maar snap je, het is keer de tijd, €550 voor de trui waar eigenlijk niks op staat is. Beetje veel, dames en heren, beetje veel. Hey boys, we gonna go to, weet ik veel. 2 kilometer wandelen naar de eerste. Ah, chill. We gaan nu 2 kilometer wandelen om... een salaat. Om een salaatje te eten. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ik ben fucking gay. Ladies and gentlemen, let's go for a salad. We zijn momenteel onderweg naar Japan. Very nice. We gonna walk through. Yeah. Nog steeds alle mensen die fucked up naar mij kijken als ik mezelf aan het filmen ben. Hey, I'm just a normal vlog guy. I'm making some vlogs and it's very leuk. Groot salade met avocado. Ik heb wel veel te lang moeten wachten op mijn eten, maar oké, als jij nu ook aan het eten bent, hopelijk stek je in alles. Er is hier een situation aan de gang. Ik snap het zelf niet zo goed, maar het ziet er wel grappig uit. Goeie chilling. Goeie fucking chilling. Ik heb geen flauw idee waarover het gaat, maar er zijn allemaal mensen aan het dansen. Deze guy is ook aan het dansen. Altijd is man. Hey. I'm English, man. Yes, everything. Hey, thank you. Yeah, thank you. Yes. Hey. Yes. Het adres. Hey, thanks, man. Yes. Have a good day. Oh, man, strike a pose. Yeah, man. Die mensen zien er zo helemaal leuk uit en zo. Maar dat zijn zo straatoplichters of zo in Hamburg. Ook helemaal cool. Echt overal, kijk, nog een situation. Hier zit er een man in een rare positie of zo. Ik weet niet wat je aan het doen is. Yo, what are you doing, man? You having a chilling? Good chilling, man. You good. Ik snap hier echt heel van. Hamburg is echt raar, maar wel chill. I'm going. Oké, ik ben nu echt bij de meest toeristische spot van heel Hamburg. Ik weet echt niet wat ik hier doe. Beetje de toeristen uithangen of zo. Snap je, ik heb het gewoon gehad met al die toeristen in Blankenbergen. Ooit moet je het zelf ook eens doen. Kijk hoe leuk, het is een fonteintje. Jullie gaan het waarschijnlijk nooit geloven. Kijk, ik moet even neerzitten terwijl ik dat zeg. Dames en heren, ik verontschuldig mij nu al. Ik ben naar de winkel geweest. Ik heb gezworen aan mezelf dat ik daar nooit binnen ging gaan, maar...
Geef de zak. Ze zijn er klaar voor. Jullie mogen nu raden, ja. Dus ik fok eigenlijk niet met die winkel, maar. Ik weet het zelf ook niet, alsjeblieft. Don't dislike de video. Ik weet echt niet waarom dat ik dat heb gedaan. Maar ze verkochten een zonnebril. Hou even vast. Ik wil de bril eruit halen. Terwijl ik dit aan toe was, echt heel veel mensen heel raar aan het kijken naar mij. Als ze aan het lachen van. Hey, kijk, het is een vlogger. Oh my god. Ja, I'm not a vlogger, man. Hey, geef de bril. Pas. Dus mijn lievelingsfilm of all time is Fear and Loathing in Las Vegas. Als je die nog niet hebt gezien, dan moet je hem zeker eens checken. Als je geen 17 bent, dan moet je die film niet kijken. Check deze bril. En de bedoeling is dat ik dan zo nog een hoedje daarbij heb. Ja. Nou, hoe is je mama? Ignore this terrible drug. Ja. Pretend it's not happening. Maar ik vind hem wel vet. Thanks Urban Outfitters, jullie winkel sukt, maar toch bedankt. En ik heb een cadeautje gekocht voor mijn mama. Ik heb daar veel te veel geld voor betaald, maar check. YouTube money's all the way. Abba, het is Dirty Dancing. Platenspeel, ding voor haar. Ik weet niet eens of we een platenspeler hebben thuis, maar het is wel leuk om te krijgen, denk ik. Nice, hey mom! Misschien is het nu tijd om lekker terug te gaan of zo. Ja. Ja. Is daar even een fotoshoot, dames en heren. Jullie zien het live. Even pikas maken voor die Instagrams. Vraag aan haar moeder om een foto te maken. Het kan allemaal in Hamburg. Het mag allemaal. Yeah, boy. En opeens sta je weer in een fucking supermarkt. Superleuk. De laatste keer dat ik heb gevlogd in een winkel is echt fucking lang geleden. En dan mijn reden. In België kijkt iedereen heel fucked op naar je. Maar in Duitsland is het nog veel erger. En kijk wat ik heb gevonden. Dit is echt heel fucked op. Het is fucking ketchup van de McDonald's. Je kan dat hier gewoon kopen. Misschien kan je dat in Nederland ook. Maar in België is dit echt. Nee. En nu ben ik eigenlijk gewoon eten aan het zoeken voor vanavond. Waarschijnlijk worden het. Ik krijg een polder of zo uit de rook. Maar het is heel leuk. Hey, dames en heren, let's go home en doe een swimmy swim. Hey mensen, er is iets fucked up gebeurd. Maar hey, ik leef wel nog, maar het is wel fucked up. Dus in onze kamer stond er een broodtoaster. Er zit daar een fucking broodtoaster in de kast, geweldig. En ik heb die aangesloten en alle plongs zijn gesprongen. Ik weet niet welk mooi woord je daarvoor kan gebruiken. En alle elektriciteit, heel het fucking hotel is uitgevallen. Kijk, de kaart zit erin, maar ja, niks werkt en ik heb het volledig verneukt. Want dat is niet mijn schuld, oké? Ik kan daar niks aan doen. Ik weet het niet zo goed. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik weet ook niet hoe ik jullie moet updaten, want er is hier geen elektriciteit en alles is fucked up. Ik weet niet, zou er nog water werken? Let's check this real. De koelkast werkt ook niet meer. Dus alles daarin is nu fucking aan het ontdooien ofzo, ik weet niet. Voor de rest, ik update jullie als er een update is. Er is nu niet echt iets wat ik jullie kan vertellen. Hey, be right back! Hopelijk hou niet dood. Update, het is nog altijd niet gefixt, we hebben nog altijd geen elektriciteit. Dus het is helemaal gefokt en ik ben weggelopen uit het hotel. De kermis is open vandaag, ai! Kijk hoe leuk, chill, die. Zo, denk eens, weg is dat het enige ding. Het is een fucking pretpark. Het is echt niet normaal groot. Even groot als Blankenbergen. Nice! Deze kermis is echt super dom. Echt heel dom. Oké, sorry van die hele slechte grap. Dat was niet de bedoeling, sorry. We gonna have some fun met deze grote camera op de kermis. En de kans dat je valt is heel groot. Dus als deze video online staat, ook dat overleefd. Let's go. Play with that pussy like peekaboo. 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 Play with that money like peekaboo. Play with these bitches like peekaboo. Broke ass bitch ass nigga. I'm not finna play with you. Na deze attractie ga ik mijn camera hier leuk bij kunnen lachen. Super chill. Nice! Nice! Dit is het domste idee ooit. Wat ben ik aan het doen? What the fuck? What the fuck? Nice! Kijk, dit soort dingen snap ik dat weer helemaal niet. Waarom zet je dit op een kermis? Dat is vragen voor problemen. Het is helemaal geen kermisattractie. Het is zo'n ding waar er karretjes uit de bocht vliegen en zo. Weasel! The little dickens? I want my Bible! Dit is niet goed. Dit is fucked up. Maar wel kermis. Nice. Ja, als je ooit zin hebt in champignons op een kermis. Hamburg is the place to be. To buy some fresh champignons. Hey. Ik ben echt fucking. Ik weet niet zo goed hoe ik. Dat was echt nice. Ik weet niet hoe die attractie noemt. Die G-Force of zo. Die was really nice. Er is hier ook een eclipse. En die gaat helemaal zo. Woe, en daar gaan we ook in. We gaan er echt in. Mijn vriendin heeft een kikker gewonnen. Omdat ze mega goed is in mijn balletjes gooien. Met balletjes. Kijk, daar ben ik daarnet in geweest. En ik zat daarin met mijn camera. Besef dat. Dat is super nice. En al die mensen die daarin zitten gaan helemaal dood. Nu ga ik op de eclipse. Maar waarschijnlijk wil jij niet in de eclipse.
Maar ik wil wel in de Eclipse. Ik heb een kikker gewonnen. Ze heeft een kikker gewonnen. En een mooie hond. En een hond. Toon even die hond. Toon die hond. Hij is echt fucking lelijk. Mega mooi. Ja, ik wil een verhaal vertellen. Niemand wil je verhaal jawel, horen. Jawel. Dus de kermis is leuk. Maar de jongens in de boxauto's zijn altijd fucking kut. We gaan in de Eclipse. Je mag je verhaal vertellen als we in de Eclipse gaan. Eclipse. Nice. Mega nice. Yes. Yes. We gaan op de Eclipse. Nice. Ik heb nu nog meer stress. Dit ding ziet er nog illegaler uit. Hoe voel je je? Wat? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. De jongens vinden het ook super nice. RTL. Hey, daar ligt je lelijke hond. Daar ligt je lelijke hond. Ik ben een acid en ik ga doodgaan. Yes. Gaan we doodgaan? Ja, echt keihard. Nice. Dat gaat mega snel draaien. Mijn camera gaat weer vallen. Ja? Shit. Fuck. Mijn naam is Enzo Knol. En welkom bij een nieuwe vlog. Kijk, dit is de kermis. Wow. Nice. Leuk. Oh my god. Oh, oh, dit voelt echt heel raar. Ah! Ah! Dit zou illegaal moeten zijn. Mensen vinden dat leuk als ik een beetje overdrijf. Mega rustgevend. Oh nee, dan gaan we achteruit. Nee, dat is niet leuk. Nee, nee, what the fuck? Dit is veel nicer. Oh yo. Shit. No. Dat was hem wel. Dat was hem zeker. Fucking groot dat hier is. Wow. That's crazy. Je gaat over de kop. Kijk hoe nice. Dat is mega chill. Dat ding gaat over de kop. Hangt daar super lang. Ja, je hangt daar super lang. Oh, daar gaan we weer. Neue Fahrt los, auf geht's, Freunde. Neue Reise. Ik heb even de hond aan hem cadeau. You can have it. You can have the dog! Conclusie, kermissen in Duitsland zijn veel chiller dan die in België. Het is tijd om zo'n rare groene appel te kopen. Bij deze vriendelijke mevrouw in haar roze pakje. We gonna buy a apple. Can we have a apple? We willen een groene appel. Nee, het is een rode appel. Ik weet niet, maar dat ziet er echt super skeer uit. Dank je. Je hebt het gekocht van mijn geld. Ik koop alles van jouw geld. Je weet dat je jezelf naar profileert als een gold digger. Nice. Als ik een goede guy was, dan zou ik zo'n beertje voor jou winnen. Ik heb echt geen zin om nog geld uit te geven aan zo'n ding. Sorry. Dat zijn het binnen. Nee, we gaan dat niet doen. Nu gaan we naar huis. Half naar huis. Er is daar een guy een dansje aan toe. Ik weet niet, hij is iets raar aan doen. Chill. Chill. Chill! Chill! Hey, ik ben terug thuis en het licht werkt weer. Kijk, leuk hè! Waar hier is iets mega fucked up gebeurd. Maar mega fucked up. Iets wat ik nog nooit heb gezien in mij. Ik moet even zitten om te vertellen, what the fuck. Dus we zijn zo terug naar ons hotel aan het wandelen. En dat is zo in een rare steegje. Maar dat is een fucking vet hotel. Ik bedoel, deze kamer is fucking nice. En we wandelen zo door onze straat. En ik zie zo al van ver dat er zo zwervers in een hokje zitten of zo. Gewoon te zitten. En ik zeg zo van, yo, dit is daar weer een chill spot voor zwervers. En we moesten voorbij hen wandelen. Dus wij wandelen zo voorbij hen. En ik kijk zo even 1 seconde naar rechts. Ik zie gewoon dat ze zo een leepland opwarmen zijn met de aansteker. Die waren gewoon heroïne aan het fucking verbranden. Omdat nu, echt waarschijnlijk echt precies nu, terwijl ik aan het zeggen ben tegen jullie, gewoon aan het fucking spuiten zijn in een fucking arm. Dat is mega fucked up, echt. Ik lach altijd met heroïne en zo. Ik maak er altijd domme grapjes over. En ik vind dat super interessant om naar fucking documentaires te kijken op Vice over het heroïneverslaafden in Londen. Maar om dat in het echt te zien, die mensen waren fucking high. Mensen zaten daar echt super blij. Mega fucked up, echt. Ik voel me mega raar. Dat is echt raar. Zo, ik voel me gewoon triestig. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smash je zeker even omhoog. Ik ga nu slapen. Slaap wel. Ha.